doen. Morgen! Zeker voor de... Uitstellen is des mensen. In Noorwegen is een postbode betrapt met 400 kilogram onbezorgde post in zijn kelder. De politie was de man op het spoor gekomen na herhaalde klachten van mensen die hun post niet hadden gekregen. De vraag voor de militairen in Leopoldsburg was: wat hebt u al te vaak uitgesteld? Wat ik te lang heb uitgesteld, dat is mijn pensioen. Ik had al veel langer op pensioen moeten gaan. Waar ik te lang mee gewacht, is me mijn oude fiets te laten herstellen. Want ik had ook nog een mountainbike en mijn oude fiets, ja, die bleef dan liggen. Op een dag wou ik er twee nieuwe wielen opsteken. Weg, fiets. Het is heel lang geleden dat ik me daar nog iets op mijn start gedaan heb. Ik begin dan een serieuze relatie zeker. Ofwel vind ik een goed meisje, ofwel ligt dat mijn schoonmoeder, dat ze geen kinders kan krijgen. Wat ik al zo lang wat gesteld heb te zeggen, hè, dat is dat de mensen iets verdraagzamer moesten zijn. Als ze hun allemaal houden aan de 10 geboden, hè, dan moesten we wel zo dikwijls niet naar Joegoslavië gaan. Wat ik eigenlijk al veel te lang heb uitgesteld om een keer te vragen is of de mensen van de VRT het programma Man bijt hond ook kunnen uitzenden als we op manoeuvres zijn in Duitsland. Ik heb al veel te lang uitgesteld, maar ik ga dat nu zeker gaan doen. Mij eens laten omvormen tot vrouw. Ik kan misschien nog het Songfestival winnen. Weet je, ik al veel te lang aan het uitstellen ben, ga ik het nu direct gaan doen, zeg. Salut, hè, mannen.